Het is weer zover, jongens. Het is december op dit moment. En we hebben natuurlijk al aangekondigd dat we vanaf nu elke dag gaan uploaden. En we hebben vandaag iets leuks voor jullie. Allereerst wil ik jullie even vragen, druk allemaal massaal op het belletje. Zo mis je niks van de ziekste video's die in december eraan zitten te komen. We hebben het leukste voor jullie nu hier liggen, want vanaf morgen in de ochtend verkoopt de Lidl officieel vuurwerk. Wij mogen al het nieuwe vuurwerk voor jullie gaan testen. Het gekke is dat ze vorige jaren altijd GBV Weco hadden en dit jaar hebben ze dus Leslie. Het is super koud, de cameraman kan af en toe een beetje trillen. We hebben alles meegenomen wat nieuw is, behalve sterretjes uiteraard. Neem ik jullie nu even mee daar naartoe. Allereerst hebben we deze in een karton. De crackling shots, die zitten dus niet in plastic. Maar dan heb je hier bijvoorbeeld deze fonteinen, de Volcano Pack 2.0. Die is wel weer in plastic. Heel raar, want ze hebben echt gezegd van de winkels gaan niet meer met plastic verkopen, alleen maar karton vanwege het milieu. Maar deze is toch zo geleverd. Verder, want ik hoorde jullie ook denken, ik heb heel veel DM's gehad van mensen die zeiden ja, de Lidl gaat verkopen, maar heel weinig dit jaar. Ze hebben toch weer de knetterlinten, jongens. Alleen 36 stuks. Ze heten ook de Rattle Snakes. En ze zijn dus 36 stuks voor €2,99. En dat klinkt goedkoop, maar voorheen waren die grotere, dikkere verpakkingen, die waren 60 stuks wat erin zit. Kijk maar, hij is flink smal geworden. Dan hebben we deze. Blijkt een beetje nitraat in een pak. Maar als je het dan over nitraat hebt, moet je dit pakket dan zien. De Mooncrackers. Dat lijken gewoon vlinders. Bizar. Gaan we zo testen. De 12 o'clock fireworks. Oftewel, die moet je om 12 uur doen, zeggen ze. Nou, we gaan het zo meteen testen of het wat de moeite waard is. Fireworks Mania, 112 stuks. Dan moet je daar eigenlijk niet echt naar kijken, want die 112 stuks zijn natuurlijk ook heel veel knalerten. Zullen we even met knetterlinten beginnen? En zoals ik al zei, we gaan vanaf nu iedere dag uploaden om 4 uur. Vandaag waarschijnlijk wat later, vanwege deze video. Nee, dat valt wel tegen, man. Dat valt tegen, helaas. Dan ben ik ook heel erg benieuwd naar deze, de Mooncrackers. Haal ik er even eentje uit voor de gein. Kijk hoe ze eruit zien. Maar eerlijk, het lijkt gewoon op een vlindertje. Die vind ik wel de moeite waard. Kijk, we staan hier natuurlijk ook niet in een woonwijk, weet je, te stoken. Dus het klinkt allemaal misschien iets minder. Fonteinenpakket, want een paar jaar geleden van Leslie was echt heel ziek. Vooral deze kegeltjes. Check. Zilverfontaan Volcano White Glitter. Ik ben benieuwd. Oké. Vroeger kwamen ze echt hoog, hè? Gewoon echt een meter of zo. Alleen dit? Ja, geen crackling, dat is jammer. Het zijn ook van die halve tunnen king. Hoe is dit? Zo. Nou, het is toch niet alleen maar een vlammetje, toch? Nou. Kijk, ik heb vorige jaren al gezegd, jongens, het kat 1 wat er nu verkocht wordt, is eigenlijk kat 1 hoe het zou moeten zijn. Een paar jaar geleden was het kat 1 veel beter, maar eigenlijk was dat niet voor kat 1 bedoeld. Ik ben heel erg benieuwd naar deze, man. Omdat deze van de Lidl wel altijd goed zijn. Dit zijn dus die crackling shots. Want echt veel geluiden. Kijk, het beste product. Deze kost dus €5,99 voor 20 stuks. Dus mochten jullie morgenochtend bij jullie Lidl komen, zou ik deze inslaan. Op basis van wat we nu hebben gezien. Hier, echt harde knetter van. Gaan we nu even over naar deze. De Crackling Special. En hier ben ik ook wel benieuwd naar wat er precies in zit.
zitten ook weer rare dingetjes in. Wat zijn dat voor pakketten, joh? Moet je kijken deze. Ook een soort nitraatjes. En een beetje knetterrotjes. Zo, hè? Vlammetjes, dat is wel leuk, man. Ik vind alleen de crackling veel te zacht. Maar het idee is wel leuk, vind ik. Dit zit dus in dat pakket, die Cracklin Special. 30 stuks. Oh, dat zijn diezelfde dingen, joh. Kijk wat dit dan is. Ze gaan wel lang door, hè. Lijkt een beetje op die... Hey, die groene zijn dus wel beter. Voordat ik dat verkeerd. Ja, zie je? Deze zijn ook goed dus. Dat zijn de Cracklin Red Plus Green. Al helemaal niet als je de video van ons hebt gezien van de Jumbo. Ja, dat is wel goeie. Ze gaan nog lang door ook. Dan hebben we dit pakket. Ook dat pakket weer van... wat is het? Hoe heet die ook weer? 12 o'clock fireworks. 13 fonteinen. Dat is eigenlijk een beetje gemaakt dus voor de huistuin- en keukenvader. Die gewoon denkt van ik wil niet te veel geld uitgeven. Ook niet te groot vuurwerk. Maar gewoon met kinderen dit af gaan steken. Het zit wel allemaal verpakt met plastic. Hij gaat echt lang door, hè? Die groene, die green crackers. Al met al vind ik dit best wel leuk vuurwerk eigenlijk. Kijk, ik zei al van je moet het niet gaan vergelijken met 2017 of zo. Dit fonteintje uit het pakket. Het 12 uur. Nou, is niet slecht. Eerlijk is eerlijk. Hoe hoog die komt. Partyfontein. Hoppa. Hoop dat hier... Zo. Hoop dat hier... Zo. Hey, deze is niet slecht, man. Het is gewoon een meter hoog. Hey, deze is niet slecht. Heel eerlijk gezegd mis ik natuurlijk wel de... Ik ben in een plas gaan staan, want check dit. Zo, ik zie iemand. Zo. Het zijn geen slechte fonteinen, man. Het is echt niet slecht. Dit is leuk. Deze is niet slecht, man. Veel vonkjes, hè. Kijk, die crackling is zo zacht. Zo zonde. Het Pyro Party pakket. Doe me een beetje denken aan vroeger, dat design. Maar ik heb wel het gevoel dat hier voornamelijk wat kleinere zooi in zit. Wat eigenlijk niet de moeite waard is. Maar daarom gaan we voor jullie testen. Knalerwten bijvoorbeeld. Dat doen we niet. Wat zijn dit? Sterretjes doen we ook niet. Knetterlinten. Nou, je weet het nooit. Of hier ineens een titanium soluut achterkomt. Nee, is ook hetzelfde, man. Knetterlinten, jongens. Oftewel de rattlesnakes. Laat het liggen. Laat het absoluut liggen. Helaas, we gaan niet meer die knetterlinten zien van vorig jaar. En van andere jaren. Je ziet het. Het is niet de moeite waard. €2,99 voor 36 stuks. Niet doen. Ik zet er nog meer in dat pakket. Kijk. Dragon Eggs.
Ook knalerwten. Dit pakket is, jongens, laat het liggen. Want je gooit eigenlijk je geld gewoon weg. En dan stel ik voor om ook dit pakket nog even te checken. Dit is dus het Fireworks Mania pakket. Je weet dus nooit of hier ineens wel weer wat bij zit wat heel goed is. Ik heb echt een hekel trouwens aan die plakband overal, man. Ziet er spectaculair uit. Er zit een golden ticket of zo. Gebruiksaanwijzing voor de knalerwten. Ongelooflijk. Ja, ook weer een mooi design. Maar ik denk dat het allemaal wel een beetje hetzelfde is. Ook weer... Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Het zijn geen slechte fonteinen. Oh. Oh, oh, oh. Hey. Die verwacht ik niet, man. Het eerste artikel van dat grote pakket. Het stelt niet teleur. Vooral niet omdat hij begint als een fontein. Zo. Een beetje een geüpgrade. Nee, dat is niet slecht. Ze schieten ook allemaal iets eruit, hè? Kijk maar. Oké. Okay. Wat zit er nog in voor bijzonder? Dat zou ik ook wel willen checken. De red en green. Ook weer een soort van halve vlinders. Moet je kijken hoe het eruit ziet. Kijk. Is dat allemaal erop? Kijk. Check. Red en green crackling. Ja, het zijn wel grappige dingen, man. Maar weet je wat ik liever had gehad? Ik had liever gehad dat ze dit allemaal los zouden verkopen. Dus allemaal los voor een paar euro. Dan had je er veel meer aan gehad dan in heel zo'n pakket. Maar ik snap vanuit hun kant, vanuit de winstkant ook wel weer, dat ze dit in een pakket stoppen. Dit zijn de oude vertrouwde luchtheulers. Hoop ik. Niet die van Funke natuurlijk. Althans, je weet het nooit. Ja, gewoon die van Leslie, hoe we gewend zijn. Maar wel weer grappig dat ze dit terug hebben. Ik mis wel de grondbloemen, man. Een paar tegelijk. Niet slecht als je er drie bij elkaar zet. Al met al was dit het wel zo'n beetje, jongens. We hebben alles voor jullie getest wat ze dus nieuw hebben. Want het hele assortiment bij de Lidl is dus nieuw. Laat weten in de reacties of jullie naar aanleiding van deze video morgen alsnog heel vroeg naar de Lidl gaan. Ik vind een aantal artikelen wel de moeite waard. Sommige ook niet. Die knetterlinten bijvoorbeeld gewoon laten liggen voor €2,99. Maar die fonteinenpakketten en die crackling shots, hoe weten ze? Ja, de crackling shots, die zou ik zeker wel halen. En die zullen ook waarschijnlijk door deze video als eerste uitverkocht zijn. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen de allereerste Tsjechië video. Later.